Nou Hans, 1-1 bij GVV. Bonuspunt? Dit is een heel knap punt. We hebben de jongens de hele week heel veel vertrouwen gegeven. We zijn niet blij met een punt, maar wel trots. En dan denk je waarom wel trots en niet blij. Trots omdat we goed gevoetbald hebben, dat we uit een moeilijke fase komen, dat we dicht bij elkaar zijn gebleven. Maar dat we met 1-0 voor 3-4 100% kansen uitvoetballen en hem niet afmaken. Onder andere Danny, die normaal gesproken dat ding door de touw heen schiet. Maar uiteindelijk zijn we trots en happy met een punt. Ja, ik zag je in de rust, stond je na een minuut denk ik alweer buiten de kleedkamer. Wat heb je gezegd? Gaat goed jongens, ga zo door. Ja. Ik geloof niet zo, als je de hele week zoveel energie hebt gelegd in van we willen combineren, we willen voetballen, we willen ze bij de strot pakken. En als het dan goed gaat, moet je dan weer wijsneuzerig gaan staan, voor dat bord gaan staan. Ja, ik ben buiten gaan staan. Ik had niks aan te merken. Ja, je pakt een punt bij nummer 3 GVV. Hoeveel punten hebben jullie nog nodig? Ik denk dat wij er nog 1 moeten winnen en 1 gelijk moeten spelen. En dat gaan wij doen. En wij spelen volgend jaar tweede divisie. Gezien die rode kaart die zij nog krijgen, 10 minuten voor tijd, heb je dan niet het maximale uitgehaald vandaag? Nou, na die rode kaart vond ik hun niet minder gaan spelen. En wij waren wel happy toen in die fase met een punt, maar wij moeten gewoon de 0-2, de 0-3 moeten wij eruit voetballen na de rust. Dus nogmaals, ik ben trots, maar niet blij. Succes volgende week. Dankjewel. Dankjewel Hans. Helemaal goed.